Later als ik groot ben wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek, Pilot Benelux, Twicto, het nieuwste constructiespeelgoed, Eurowijs en CameraNu.nl en Fujifilm. Dit is Later als ik groot ben. Je weet het inmiddels wel. Het programma waarin ik samen met jongens en meiden uit de bovenbouw ga kijken of de beoogde droombaan ook echt de baan is die het beste bij ze past. We gaan kijken bij de opleiding en we gaan een dagje meelopen op de werkvloer. En ik ben vandaag in het prachtige Noord-Limburg, om precies te zijn in Gennep. En hier woont Seth. En Seth heeft mij een brief geschreven, die was best bijzonder, want hij wil landmeter worden. Ik ga hem nu overvallen, want hij is aan het gimmen. Meester Luc? Ja. Meester Jochem. Is er misschien iemand die mij vandaag zou kunnen assisteren? Want ik moet nog best wel veel opmeten. En rekenen is ook wel een dingetje. We hebben zelfs een expert in landmeten. Landmeten? We hebben een expert in landmeten? Ja, we hebben gisteren een onderwerpkring gehad over landmeten. Een landmeter. Over de landmeter. En dat is dan misschien niet heel toevallig Zet? Niet. Zet, kom even. Want volgens mij moet ik jou hebben. Want jij had natuurlijk wel in de gaten toen ik binnenkwam. En je zei, wacht even, meten, landmeten. Want het klopt, hè? Jij wil wellicht later landmeter worden. Ja. Maar de vraag is of jij deze gymles wil laten schieten om met mij vandaag mee te gaan. Ja hoor. Zeker weten? Dan nu als de bieden weer gaan omkleden, want we moeten weg. We moeten nog naar helemaal naar Harderwijk. Seth heeft in de klas al uitgebreid verteld over het beroep van landmeten. Maar of zijn schoolprestaties ook echt matchen bij dat beroep, dat heeft onze Janette uitgezocht. Seth van Gelder is 11 jaar en zit in groep 8. Hij is een sociale jongen en hij heeft veel vrienden. Voor school krijgt hij 4 sterren. Hij is een gemiddelde leerling en vindt het leuk om naar school te gaan. In rekenen blinkt hij uit, maar taal en spelling vindt hij wat lastiger. Seth houdt ervan om buiten te spelen. Hij gaat graag wandelen of sporten in het bos en is daarom een echt buitenkind. Hij krijgt hiervoor dan ook 4 sterren. Voor focus krijgt hij 2 sterren. Soms heeft hij moeite om zijn aandacht erbij te houden. In de klas houdt hij graag alles goed in de gaten en daardoor kan hij snel afgeleid zijn. Met deze nieuwsgierigheid en de liefde voor het buiten zijn lijkt landmeten voor hem een geschikt beroep. Waarom wil je landmeter worden? Nou, je kan veel rekenen en dat vind ik leuk. Rekenen is ook mijn lievelingsvak. En je bent veel verschillende plekken. Dus de ene keer moet je ergens een dijk bouwen met een rolmaat doen. En de andere keer moet je op bouwgrond met een theodoliet werken. Ja, het is mij duidelijk, je weet er al heel veel van. Ja. En ik snap ook waarom je het wil worden. Want als je goed bent in rekenen en je wil niet iedere dag achter een kantoor of in een bureau zitten en je wil er lekker op uit, dan is het een perfecte combinatie. Ja. Maar voor we op stap gaan, heb ik natuurlijk nog wat voor je. Kijk eens, rugzak. Ja. Gewoon voor al je metingen en dingen die je mee wilt nemen, hartstikke idee. En heb ik ook nog een camera. Polaroid camera, dat is het doosje ervan. Kan je ook nog onderweg foto's maken. En het leuke aan deze camera is, de foto's komen er meteen uit. We kunnen vertrekken naar Harderwijk. Zo. Ja. En daar staan we zomaar in Harderwijk. Ja. Bij het Soma College, ook nog eens een keer. En het Soma College, daar kun je allerlei opleidingen volgen die te maken hebben met infra. Ben ik benieuwd of jij weet wat infra is? Infrastructuur, wegen en die dingen. Helemaal goed, klopt. Ja. En ze hebben één specifieke opleiding en dat gaat over landmeetkunde. Ja, dat is precies wat jij nodig hebt natuurlijk. En het is als het goed is naar binnen. Zullen we eens gaan kijken? Ja. Oké. Voor jou, alsjeblieft. Ja? Oké, die doen we aan en dan kunnen we op zoek naar... En waar is Ben? Op het civiel terrein. Is de bouw en allemaal machines. Hè? Er zijn allemaal machines voor de bouw. Zou dat nou ook met landmeetkunde te maken hebben? Denk ik niet. Misschien wel met infrastructuur? Ja, dat kan wel. Landmeetkunde, het is wel leuk.
maar... Nou ben ik vergeten waar we naartoe moesten ook alweer. We moesten naar... Iets terrein... Civiele terrein. Ja. Allemaal landmeters. Hallo, sorry dat we even de meting onderbreken. Ja. Mannen, jullie studeren hier ook? Landmeetkunde? Ja, dat klopt. Oh, dat komt goed uit. Nou, dit is Seth. En Seth wil wellicht in de toekomst ook hier gaan studeren. Is het hier leuk om te studeren? Ja, is het leuk? Ja, het is hier leuk om te studeren. Je leert hier over het landmeten, wat je buiten kunt leren en wat je binnen kunt leren. En hoe je het in kunt stellen. Nou ja, zit je heel veel binnen of ben je juist heel veel buiten? Wij zitten voornamelijk veel binnen. Toch? Ja, maar ook buiten. Dat is één dag in de week. En dan leren we uitzetten met een total station, leren we waterpassen, leren we piketten goed zetten op hoogte. En binnen leren wij het hoe het de computer in moet stellen. En hoe we het kunnen tekenen en wiskunde rekenen en een paar normale vakken eigenlijk. Is dit nou de beroemde, beruchte, hoe heet die ook alweer? Theodolite? Dit is een Leica, als ik het goed zeg. Nee, het is geen Theodolite, dit is een total station. Dat is weer iets anders? Ja. Oké, okay, nou daar komen we vandaag allemaal wel achter. Nou zijn we ook op zoek naar Ben. Want Ben die heeft een opdracht voor. Ben die staat daarachter bij die groep. Daarachter? Ja. Oké, okay, dan gaan we weer die kant op. Dank jullie wel. Heel veel succes met de studie. Jullie ook van het ogen. Hey Seth, denk je dat je nou hier op school ook EHBO krijgt? Denk het niet. Denk niet? Jij denkt dat het niet belangrijk is. Maar stel nou dat je bijvoorbeeld hier op het terrein in één keer je enkel verzwikt. Ja. Zou jij dan weten wat je moet doen? Nee. Nee? Nee. Ik denk altijd dat het gewoon even doorbijten is. En dat even zegt... doorbijten? Ja. Ja, maar dat kan niet altijd. Maar gelukkig hebben we Misha van het Oranje Kruis. En die weet wel wat je dan het beste kunt doen. Spierscheur kun je op verschillende manieren oplopen. En om te kunnen helpen moet je goed weten wat het verschil is tussen een spierscheur en spierkramp. En dat ga ik je laten zien. Eerst moeten we weten waar het letsel precies zit. Waar heb je pijn? Hier, op dit gedeelte. Oké. Om de spier nu goed te kunnen zien, moet de schoen uitgetrokken worden. En dat kan het beste gedaan worden door het slachtoffer zelf, omdat hij weet wat het meeste pijn doet. Bij een gescheurde spier zie je soms een blauwe plek op de plaats waar de scheur heeft plaatsgevonden. Maar die is er niet altijd, dus die vertelt je niet alles. En waar je het wel aan kunt zien, is dat een gescheurde spier pijn doet op de plek van de scheur. Maar een spier in kramp, die zal pijn doen over de gehele spier. Doet het hier pijn? Ja, alleen daar. Alleen daar. Dan gaat het waarschijnlijk om een spierscheur en niet om spierkramp. Bij spierkramp zou je de spier gaan rekken, maar zou je dat doen bij een spierscheur, dan kan je je voorstellen dat je de spier nog verder kapot trekt. En daarom gaan we bij een spierscheur alleen koelen. En dat doen we met een cold pack. Die cold pack die wikkel je in een theedoek om te voorkomen dat de huid bevriest. En dan houden we hem aan op de plek waar de spier waarschijnlijk gescheurd is. En zo kun je de spier 20 minuten koelen tegen de pijn. In principe geneest de gescheurde spier vanzelf, maar het is toch goed om even de huisarts te bellen. Dag Ben, mag ik je voorstellen? Hallo. Dit is Seth. Hallo Seth. Toekomstig landmeter, denk ik. Hallo Ben. Dit is een echt unieke jongen, want hij weet op zijn 11e jaar al bijna zeker dat hij landmeter wil worden. Welk niveau moet je eigenlijk hebben om aan deze opleiding te kunnen beginnen? Ongeveer TL niveau, kader TL, niveau 3 en niveau 4. Hoe lang duurt de opleiding? De opleiding, ja, een hele goede. Het duurt 3 jaar vanaf volgend jaar. Je begint vanaf de TL en dan heb je eerst de algemene infratechniek, weg- en waterbouwkunde. Ja. Na 2,5 jaar ga je beslissen van nou ga ik de uitvoering in of wil ik landmeter worden. We gaan zo eerst leren omgaan met de waterpastoestel. Ik heb een opdracht voor jou, dus we gaan eerst het toestel opzetten. En dan met de waterpas kun je dan hoogtemeting doen. Tuurlijk! Even een hoogtemeting met de waterpas doen, geen enkel probleem. Maar we moeten eerst even die waterpas bij elkaar zoeken. EHBO-centje, denk ik, van het Oranje Kruis. Ben je handig? Help je even? Ja, maar ik moest ook even nog opschrijven dingen. Ja, ik zie dingen heel klein. Ja? Kijk er eens in. Oh ja, dat is leuk. Heel klein. Heel klein. Goed. Alleen, je moet het net omdraaien. Kijk door de verkeerde kant. Misschien voor Seth beter dat we dit even eruit knippen. En kijk door de verkeerde kant. Daarom was alles vrij klein. Maar na deze nuttige instructie kan er gemeten worden. Ik ben meetassistent. Gewoon de presentator van dit programma. Gewoon gedegradeerd waar ik bij sta. Ik zie nu Jochem met de ogen dicht net naar de grond kijken.
1,43 meter. 1,43 meter. Dat is goed. Ik ga hem opschrijven. Beetje tempo! Het land ligt er morgen ook nog. Op welke hoogte stond ik net? Want dat wil ik natuurlijk nu weten. Hè? Ja. Want ik stond niet voor niks voor paal de hele tijd. Dat uitrekenen. 7,15 meter plus 1,43. 7,71 meter. 7. Ja, heb je goed. 7,71 meter. Oh wel. Heb je helemaal goed gedaan, Zet. Super. Echt waar? Ja, uit zijn hoofd. Dus, knap. Conclusie is... Zet heeft talent. Ik stond op 7,71 meter. Dat klopt. En AP. Ja, dat klopt. Ik vond het al hoog. Ja, ik heb hoog gevreesd. Ja, dus. Precies. Oké, okay, dus deze test is volbracht. De test is helemaal goed gelukt. Ja, inderdaad, Zet. De eerste meting is gelukt. Maar straks op de werkdag wordt Zet pas echt getest. Want dan mag hij op het uiterste puntje van Nederland het nieuw gelegde asfalt controleren. Tot zo, na de break. Later als ik groot ben, wordt mede mogelijk gemaakt door Pio Studiebegeleiding, Pilot Benelux, het Oranje Kruis en Twicto, het nieuwste constructiespeelgoed. Later als ik groot ben, wordt mede mogelijk gemaakt door Pio Studiebegeleiding, Pilot Benelux, het Oranje Kruis en Twicto, het nieuwste constructiespeelgoed. Je kijkt naar Later als ik groot ben en deze week ben ik op stap met de 11-jarige Zet. Hij wil later landmeter worden. Ja, landmeter. Straks gaat hij met Douwe op stap en meet hij als een volwaardige landmeter een brug en een dijk op het uiterste puntje van Nederland. Maar eerst neem ik hem mee naar Uniek voor een echte talententest. Hadi Maurits. Hey Jochem. Kijk eens, ik heb hier Zet bij me. Hi Zet. En Zet wil later landmeter worden. Mooi. Nou ben ik heel nieuwsgierig welke talenten erbij horen. En natuurlijk nog belangrijker, of Zet die talenten heeft. Daar gaan we gauw genoeg achter komen. Ja? Lopen jullie mee? Oké. Okay. Zet staat genoteerd. Je kan beginnen, Maurits. Gaan we doen. Zet. Ik heb een mooie opdracht voor jou in de categorie Wat heb ik? Ik heb zelfvertrouwen. Mooi. Ik heb een grote fantasie. Nee. Ik heb doorzettingsvermogen. Ja. Ik heb een hoop kracht. Ik heb vaak goede ideeën. Zet, we zijn beland bij opdracht 2 in het kader Wie ben ik? Het spel met de bel. Feiten of fantasie? Feiten. Feiten. Jochem? Avontuurlijk of gestructureerd? Avontuurlijk. Binnen of buiten? Buiten. Buiten, Jochem. Ja. Lijkt me ook een hele mooie eigenschap voor een landmeter. Gelukkig. Binnen landmeter. Wordt lastig, hè? In categorie wat kan ik? Spel met de bal. Oké. Okay. Waar ben je goed in? Ik ben goed in rekenen. Waar ben jij goed in? Ik ben goed in eten. Waar ben je goed in? Ik ben goed in de afstand inschatten. Waar ben jij goed in? Ik ben goed in autorijden. Waar ben jij goed in? Ik ben goed in sport. Heel goed. Wat denk je, Maurits? In het kader Wie ben ik? Feiten, avontuurlijk buiten. Volgens mij behoeft dat totaal geen uitleg. Nee. Lijkt me niet. 1-1, hè? 1-1 match. Oh, helemaal goed. Dus je bent fit, je kan afstand inschatten en je kan ook nog eens rekenen. Nou, de perfecte eigenschappen voor een landmeter lijkt mij. Echt waar? Een geboren landmeter. Een geboren landmeter? Een geboren landmeter, volgens mij. Dus er is ook geen alternatief meer? Je moet gewoon landmeter worden? Ja. Oei, oei, oei. Ah. Dit is lekker, hè? Ja. Nou, je hoeft geen landmeter te zijn om te weten dat we lang gereden hebben om hier te komen. Hoeveel kilometer was het nou? Volgens mij ongeveer 240. 240 kilometer. Dus een, in het bovenste puntje van Groningen, bij de mug. Enig idee wat mug betekent? Nee. Dat is meet- en uitzetgroep. Oké. Ja? En even, ik heb het nog even opgeschreven, want het is best wel informatie die wel interessant is. Kijk, zij doen, wat doen ze? Ontwerp, advies en ingenieursdiensten binnen de disciplines infra, milieu, archeologie, geo-ICT en geo-info. Houdt eigenlijk gewoon in, hier werken de landmeters. Oké. En ik heb een afspraak met Douwe. Ja? Oké. Ben je er helemaal klaar voor weer? Ja. Moeten we nog een oefening doen of hoeft dat niet? Nee. Oké, we gaan beginnen. Hele goedemorgen. Jij bent Douwe waarschijnlijk, hè? Dat klopt. Nou, dit is Zet. Hoi Zet. Douwe. Zet, Douwe, Douwe, Zet.
Jij bent landmeter en dit is, ja, is uniek, denk ik. Dat maak je zelden mee. 11 jaar en weet nu al dat hij landmeter wil worden. En volgens mij is het ook een hele goeie. Dat is hartstikke mooi. We zijn altijd op zoek naar landmeters, dus dat is een goede zaak. En ja. Jij bent dus ook een landmeter. Ik ben ook een landmeter, dat klopt. Ja. En wat vind je zo leuk aan landmeter? Ja, ik vind het heel erg leuk dat we buiten aan het werk zijn, altijd buiten natuurlijk. En je hebt heel veel vrijheid in je beroep. Dus je, je bent vaak alleen aan het werk en je klusje is lekker zelfstandig aan het werk, lekker buiten. En dat vind ik het allerleukst. Ja, dat vond ik ook, buiten werken. Landmeters onder elkaar, weet je wel. Ik hoor er al niet meer bij. Maar goed, Douwe, jij hebt ook werk, of in ieder geval klusjes, Klopt. Heb ik begrepen. Klopt, we hebben vandaag 2 klusjes waar we naartoe gaan. Maar voordat we dat gaan doen, dan gaan we eerst even wat veiligheidskleding aantrekken, want dat is verplicht. Hé, hey, kijk eens. Dit ziet er goed uit. Ja. Oh, wat goed. Die broek is goed. Ja. En echte stalen neuzen. Ja. Super. Ja, een mooi outfitje. Ja, jullie zijn nu echt een setje, hè? Ja. Klopt. Dit is de apparatuur die we vandaag gaan gebruiken. Dus we beginnen vandaag straks eerst met de scanner. Ja. Die we gaan gebruiken. Wat gebeurt er als ik op die druk? Probeer het maar. En nu? Begint hij met meten. Maar, en wat gaat hij meten nu dan? Deze hele ruimte om ons heen. 360 graden gaat hij rond. En heeft hij overal lasers heen geschoten, en puntjes heen geschoten, krijgt hij allemaal terug. En die data heeft hij allemaal ingewonnen. En dan kunnen we met deze tablet kunnen we kijken wat er uit onze scan gekomen is. Ik ben toch heel benieuwd. Er staat een kleur. Ja. Dus ICT-kennis, oftewel kennis van computers, is ook belangrijk voor een landmeter. Klopt, ja. Voor de verwerking van alle meetgegevens is het inderdaad belangrijk. Deze hebben we gehad, dus nu. Die gaan we zo meteen gebruiken. En later op de dag hebben we deze ook nog nodig. Dit is een GPS-ontvanger. Kunnen we even meekijken. Die gaan we vandaag gebruiken op een ander project. Die werkt eigenlijk hetzelfde als een TomTom. Alleen dan is hij iets nauwkeuriger. Hoe deed ze dat dan allemaal vroeger? Vroeger deden ze dat voornamelijk allemaal met meetband en hoekspiegeltjes. Dus met dank aan de ICT, computers en alles is het voor de landmeter een stuk makkelijker geworden. Ja, een heel stuk makkelijker. Dit Klopt. Gaat nu allemaal mee, want we gaan nu ergens meten, heb ik begrepen. Hè? Klopt, we pakken zo meteen het spul allemaal in en dan gaan we naar de Euvelgunde Brug in Groningen. Nou, dan ben ik heel nieuwsgierig wat we hier gaan meten. We beginnen hier, dit is het object dat we zo meteen gaan scannen. De brug die je hier ziet, die verdwijnt. En ze zijn benieuwd van hoe komen we dan uit met de aansluiting, want dit blijft bestaand en dat gaat weg. Dus hier moet iets nieuws voor in de plaats komen. En dan moeten we nu inmeten hoe het oude erbij ligt en hoe de bestaande situatie is, zodat ze in het ontwerp straks alles daar mooi op aan kunnen sluiten. Nou, we mogen hier magistratief even neerzetten, Seth. Dan hebben we een mooi zicht op de brug. Zwaar ding. Yep. Dan gaan we hier even verbinding maken met Bluetooth. Het apparaat, 360 graden om zich heen, begint met meten. Maar wat moeten we nu doen dan? Dan lopen we gewoon zo mee. Of we lopen mee? Of we moeten meelopen? Eigenlijk mogen er helemaal geen mensen of zo staan. Dat is voor de meting niet goed. Daar doe je niks aan. Dat is niet tegen te houden natuurlijk. Maar dan moet je even wachten. Iets zien? Als het goed is, komt hij zometeen, komt de scan hier op de tablet, komt hij tevoorschijn. En dan kun je inderdaad kijken van wat heb ik gemeten en wat is er allemaal te zien. De data is direct door een collega op kantoor verwerkt, waardoor Seth met een virtual reality bril gelijk het eindresultaat van zijn eigen meting kan zien. Mag je wel even erheen kijken. Maar het lijkt alsof dit 's nachts is, maar dat is omdat het 3D of omdat dat, het... Dat komt omdat het zwart-wit foto's zijn. Zwart-wit, ja. En oké. Okay. En omdat het de meedata is. Nou ja, zo kunnen we hier... Hey Seth, wat zie je? Ik zie wat... Heb je hem aangezet al of niet? Ja, en ik zie gewoon wat je net op de foto zag, alleen dan kan ik gewoon rondkijken. Op naar het volgende project. En dat is op een bijzondere plek. We zijn bijna het noordenste puntje van Nederland. De zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven. Nou ja, ze hebben hier, zoals je ziet, wat nieuw asfalt erin gedraaid. Ja. Over de zeedijk heen, voor de waterkering. En dat is er dus net nieuw ingedraaid. En dan moeten we even kijken of het aan een bepaalde keuringseisen voldoet. Dus we pakken ons zo meteen de GPS erbij. En dan mag Seth hier even een stukje meten over de dijk heen. En wat is het keuringsplan? Het keuringsplan dat is de eis die het waterschap, de opdrachtgever, gesteld heeft aan het maken van de dijk. Startingssysteem. Ja. Nou, dan gaan we beneden weer wat meten. Oké. Okay. We gaan hier vanaf. Ja. F1 drukken, dan meet hij een punt. En dan geeft hij aan, punt opgeslagen. Dus hebben we het eerste punt gemeten. Nou, en dan lopen we zo verder.
naar het tweede knikpuntje hier. En dan mag je dit punt meten. Lopen. Meten. Meten. Lopen. Meten. Lopen. Meten. Lopen. Meten. Precies. Een kind kan de was doen. Een kind kan de was. Nou, ja. Een kind doet de was. Ja. Zo, opgemeten. Ja. En ook hiervoor geldt dus, informatie gaat naar de mug, zou ik maar zeggen. Gaat terug naar kantoor inderdaad. Naar het kantoor en dan kijken ze, dan kunnen ze daar zien of het asfalt goed ligt. Precies, hoe het erbij ligt en dan wordt ermee gerekend. Klopt. Zo, ik zeg einde werkdag. Het zit erop inderdaad. Of niet, of wil je nog meer land meten? Nee, Zet. Voor vandaag is het wel genoeg. Ja, voor vandaag is het genoeg. Wat denk je, Douwe? Nou ja, er zit, heeft hij talent? Ja, absoluut. Hij pikt met de GPS ook op, hij pikt het snel op. Ja. Dus hij mag graag buiten werken en dat is helemaal belangrijk natuurlijk. Ja. Dus ja, daar zit wel potentie in. Oké. Okay. Kunnen wij verder hier nog iets doen? Of? Nee, ik pak het spul in en dan is het goed. Dankjewel. Top. Geen probleem. Dankjewel. Oké. Okay. Geen probleem. Hey, hoi, hoi. Zet, dit was hem. De werkdag zit erop. Ja. Hoeveel kilometer moeten we nu weer terug? 240. Dus we hebben vandaag 480 kilometer gereden. En dat alles om erachter te komen of jouw droombaan ook echt bij je past. Ja. En, past het bij je? Ja. Wil je nog steeds later landmeter worden? Ja. Ja? Wat vond je het leukst? Ja, ik denk dat bij de brug daar met die 3D-scan maken. Als ik je nu vraag wat wil je later worden, dan zeg je? Landmeter. Verkocht. Top. En ik heb nog wat voor je. Kijk even. Dit is gewoon een cadeautje, omdat je het zo goed hebt gedaan, zo goed hebt volgehouden. En als je nu zit te kijken en je denkt, hey, wacht even Jochem, ik heb ook een beroep en ik weet bijna zeker dat ik dat wil worden, stuur me dan een berichtje. Gewoon rtl.nl/later als ik groot ben. Dan gaan we wellicht ook samen kijken op de opleiding en op de werkvloer of het echt iets voor je is. Zullen we gaan rijden weer? Ja. Gaan we doen. Tot volgende week. Later als ik groot ben werd mede mogelijk gemaakt door Uniek, Pilot Benelux, Twicto, het nieuwste constructiespeelgoed, Eurowijs en Cameranu.nl en Fujifilm.